Goedemiddag, welkom op onze persconferentie. We zijn heel blij om vandaag twee nieuwe spelers aan jullie te kunnen voorstellen. Jullie weten ondertussen over wie het gaat. Pieter Gerkes en Tsuyoshi Watanabe zitten hier samen met mij vooraan. Jullie kunnen zo meteen vragen stellen. Voor Tsuyoshi hebben we Lee haar hulp ingeroepen. Zij zal helpen met de vertaling vanuit het Japans naar het Nederlands. Dus de vragen voor Tsuyoshi kunnen in het Nederlands gesteld worden. En de vertaling uiteraard zal ook in het Nederlands naar jullie terugkeren. Als we klaar zijn met de spelers, dan zal ook onze hoofdscout Samuel Cardenas nog aansluiten voor de resterende vragen. Voilà, ga jullie gang. Goedemiddag. Misschien eerst een vraagje voor Tsuyoshi. Welkom. Dank je. Mijn eerste vraag is, zou hij zijn verhaal van de transfer eens willen doen? Wanneer hoorde hij voor het eerst van de interesse van agent en hoe is het dan verder verlopen? Heeft het eerst gehoord over de transfer tijdens de laatste match met Kortrijk en de coach heeft dan bij hem geroepen en gezegd van ja, als je het ziet zitten, kan je naar Gent gaan. Geantwoord dat hij het zeker zag zitten, dat hij interesse had om bij Gent te spelen. Tsuyoshi, welcome. Congratulations on your transfer. Thank you. Blijkbaar was er ook interesse van Club Brugge voor Tsuyoshi. Kan hij dat bevestigen, ten eerste? En ten tweede, uiteindelijk heeft hij dus duidelijk voor Gent gekozen. En wat heeft die keuze beïnvloed? Wat waren de belangrijkste zaken voor hem? Brugge. Hij wist het. Omdat hij meer kon evolueren. Dan kan evolution gaan dekeren. Ik denk dat hij ook meer kans heeft om in Gent te spelen en dan op de bank te zitten. Dus ja. Hij zag meer potentieel om dan te groeien hier dan in Brugge. We weten van Tsuyoshi dat hij vorig seizoen elke minuut gespeeld heeft in de competitie, maar hoe zou hij zichzelf omschrijven als centraal verdediger? Wat zijn zijn voornaamste sterktes? So, 自分の特徴はなんかセントラルプレイヤーとして、まあヘディング、コップン、ヘディングとやっぱりこうカバーリング、仲間を助ける能力。De verdediging, dus de indekken denk ik dat dat noemt, dus de bal, ja, de andere spelers helpen om de bal niet te verliezen. Mandekken. Dat is een strong point. Ja, dat is zijn, ja, zijn sterke punt. Sterke punten. In hoeverre of hoe vaak heeft hij al gesproken met de coach van hier en van Hazebroek? En hoe belangrijk is Van Hazebroek ook geweest in zijn beslissing voor naar agent te komen? Ja, ゲントのクラブハウスに行って監督と。じゃあ、最後の試合は、ゲントの監督と話してて。いや、終わってゲントの監督と話す。
Dat was dus op zijn Kento no Clubhouse. Clubhouse で一緒に、ハゼンブロックさん監督と会議をした。En ze hebben dan ook met Hazenbroek en de coach samen een soort van gesprek gehad. Hazenbroek samen was, hij heeft dan gezegd dat hij het zag zitten. Hoe zou hij zelf zijn voorbije seizoen bij Kortrijk omschrijven? Wat vond hij zelf van zijn prestaties doorheen het seizoen? En vond hij dat het zelf tijd was voor een stap hoger en om verder te gaan afscheid te nemen van Kortrijk? Fulltime studio. Dus je heeft matchen kunnen spelen, mogen spelen, wat hij ook heel wow vindt eigenlijk. Ja, hij vindt dat echt super dat hij dat allemaal heeft kunnen doen. En is hij ook wel blij van zijn eigen spel. Maar hij wil Sterker worden en groeien. En daarom is hij dus naar Gent gekomen. Want hij zag het bij Kortrijk. Kortrijk was een beetje wat Gent no hoga. Dus hij ziet veel meer potentieel om te groeien in Gent dan in Kortrijk. Hij speelt nu anderhalf jaar in België en in Europa. Hoe is voor hem die aanpassing gebeurd van Japan naar Europa? Want dat is toch een groot verschil, denk ik. Ik was 1.5 jaar in België en speelde. Maar het was een beetje moeilijk. Japan en België dus eerst was het vooral de barrière van de taal dat moeilijk was. En de tegenspelers zijn eigenlijk heel groter en breder. Maar je zei, de Japanners zijn vooral klein. Dus ja, hier is 1.80 meter, 1.90 meter. En dat was vooral wel moeilijk. Dus in het begin was het heel moeilijk, maar beetje per beetje heeft hij kunnen aanpassen. Stapje per stapje. Ja. Nu dat zijn transfer is afgerond, wat zijn zijn ambities voor het komende seizoen en voor nog iets langer daarna ook? Kono season wa nani ga shitai? Nanka mokuhyo wa nan desu ka? Matsu league yushou. Dus hij wil de league winnen. En ook in Europa no taikai demo. En ook de Europese, dus de Belgische en ook de Europese. Oki mokyo da kedo. Het is een grote ambitie, maar. Maar wat als je naar de kiel toe moet. Maar ik denk dat wij als team in Gent dat zeker aan kunnen. Kon season wa kono mokyo da kedo, sono ato wa nan no mokyo. Yume wa. 自分の夢は日本代表で活躍することと日本代表でやることとドイツでやりたい。En ook zijn droom is eigenlijk om voor Japan te spelen en dan eventueel ook in Duitsland. Dat is voor de verre toekomst. En waarom is zijn droom om in Duitsland te spelen? Waarom net dat land of die competitie? Dan de Duitse. Zijn doel van toen hij heel klein was. En hij zegt ook dat zijn speelstijl wel matcht met de Duitse speelstijl.
dat staat jullie gaat direct. Hmm. Misschien een laatste vraagje, maar hoe goed is zijn Engels bijvoorbeeld en hoe verloopt dat om te communiceren met ploegmaats? Ego no level wa do desu ka? Ma, 最初来た時はもう全く理解できない、喋れない状況からはちょっとだけ良くなったかなって感じ。Dus in het begin was het heel heel moeilijk. Hij verstond echt niets van het Engels. Nu verstaat hij wel wat meer, maar is het moeilijk om te spreken. 話すのは難しい。聞き取りはするけど話すのがまあ難しいっていう状況。Ja, zo luisteren en begrijpen lukt wel nu, maar praten blijft wel moeilijk. もっとまあ何勉強しないといけないなっていうのは。Ja, je moet wat meer studeren. Ja, ik kan bevestigen dat hij zeer goed Engels begrijpt. Hij verstaat alles wat we tegen hem zeggen. Lee, misschien moet je toch nog eens aan Tsuyoshi vragen of hij het echt zo bedoeld heeft dat hij Europees kampioen wil worden met Gent. Want dat is wel een straffe uitspraak, denk ik. Europa, Gento de... Gento no team de... Europa no champion ni nai de... Conference. Conference League. En de Conference League. Zo ver mogelijk geraken, neem ik aan. Ja, bedoelt. Ja, want ik zag Pieter hier naast me al eens in zijn haar krabben. Dus. Number one, niet naar hem. Ik ga naar Chance arimasu. Hij zegt, er is een kans. Voilà. Mooi. Een ambitieuze speler onder ons. Voilà, dat was een eerste kennismaking met Tsuyoshi. Hij zal wel degelijk goed te verstaan zijn op training, denk ik, hè, Pieter. Met Hongi er ook bij, Koreaans, Japans, gaat dat lukken? Moet lukken, hè. Voilà. Jullie vragen voor Pieter? Dag Pieter, welkom. Hallo. Moeten jullie gaan voor de winst in de Conference League? Zeker en vast, met twee vingers in de neus. Vertel eens Pieter, hoe belangrijk is het voor jou om ook terug te kunnen samenwerken met Hein van Azenbroek? Je hebt met hem al bij Anderlecht samengewerkt en dat verliep toen, denk ik, goed. Vertel eens. Ja, zeker en vast. Een van de redenen waarom dat ik hier zit. Ik denk dat wij altijd een hele goede samenwerking gehad hebben. Dat zijn manier van denken en dat zijn speelstijl wel iets is wat ik mezelf in kan vinden. Dus in die zin denk ik dat dat wel zeker geholpen heeft en dat dat zeker iets belangrijk was voor mij. Ja. Kan je de keuze voor Gent ook eens verklaren, Pieter? Want je kon ook naar Sundari, daar had je ook een aanbieding. Maar waarom is het uiteindelijk Gent geworden? Liefst. De neusjes, ja. ik denk dat Gent al meermaals bewezen is dat het een heel standvaste club is. Dat een heel stabiele club is met bijna elk jaar Europees voetbal. En elk jaar toch het doel heeft om mee te doen van boven in onze competitie. Dus in dat opzicht denk ik dat het al bij al een redelijk voor de hand liggende keuze was om naar Gent te komen. En dan ook daar nog eens bovenop de trainer, zoals ik net al heb aangehaald, waar ik al mee samengewerkt heb en wat ik ken. Dus ik denk dat die factoren ervoor hebben gezorgd dat dat voor mij wel een relatief makkelijke beslissing was. Pieter, ook gefeliciteerd met je transfer. Je bent dit seizoen wel lang buiten strijd geweest met een blessure. Hoe ben je daarmee omgegaan op dat moment? En tijdens die periode dacht je toen al aan je toekomst? En wist je al dat die niet meer bij Antwerpen ging liggen? Natuurlijk is dat niet gemakkelijk om daarmee om te gaan met een blessure. Zeker omdat je daarvoor alles gespeeld hebt en omdat je dan denkt van relatief snel terug te komen. Zeker in het begin was dat een beetje wat ze dachten van ja, 2 weken, 3 weken. En dat bleef dan telkens opgeschoven worden, waardoor het niet altijd even makkelijk was. Ik denk dat je relatief snel moet die knop omdraaien en naar je toekomst kijken. Er zijn nog wel een paar gesprekken geweest met Antwerpen, maar ik denk dat vanaf februari of zoiets wel duidelijk was dat de wegen uit elkaar gingen gaan. Vandaar heb ik ook niet meer teruggekeken en ben ik direct naar volgend seizoen beginnen werken. Vier je die titel dan even hard als dat je bijvoorbeeld zou blijven bij Antwerpen? Of ligt dat dan toch anders qua gevoel? Waar denk ik het verschil tussen blijven of niet blijven, dat niet het grootste verschil is. Voor mij was het vooral het grootste verschil dat ik zo lang geblesseerd geweest ben. Dus je zit dan toch op een andere manier betrokken. Natuurlijk heb ik wel in de eerste 18 matchen of 20 matchen of zo alles meegedaan. Of ja, ik bedoel, toch gestart of altijd gespeeld in die wedstrijden. Dus dat maakte het toch nog wel dat ik iets of wat betrokken was. Dat ik toch nog wel wat betrokkenheid voelde. Maar natuurlijk, ik ga niet liegen dat je daar anders naartoe leeft. Als je zelf geblesseerd bent en een beetje met een ander objectief zit te werken. Dan dat je elke week traint voor die wedstrijden te spelen.
Ben je nu 100% fit? Of zeg je van ik moet nog een kleine week of een paar weken revalideren? Of ben je echt 100% nu? Ik ben nu voorlopig nog aan het revalideren bij de kines van Gent dan. Dus in dat opzicht ben ik zeker en vast nog niet 100% fit. Maar het is wel de bedoeling om tijdens de voorbereiding naar die 100% toe te werken. En dan zo snel mogelijk volledig bij de groep aan te sluiten. Ik zou nog even willen teruggaan op de eerste vraag over Van Azenbroek. Hoe denk jij concreet dat je in zijn voetbal past? En zeker nu ook bij Gent, want bij Anderlecht is het toch al wel een paar jaar geleden. Well, ik denk dat ik... Dat is een van mijn sterke kwaliteiten, is mijn spelintelligentie. Dus in dat opzicht denk ik ook dat ik daardoor op meerdere posities uit de voeten kan. En dat gecombineerd met mijn loopvermogen wel iets is waar ik denk dat Van Azenbroek redelijk veel nood en wil heeft binnen deze ploeg. Denk ik daardoor dat ik wel op meerdere posities binnen dit Gent zal kunnen functioneren. Denk jij dat jouw voornaamste sterkte misschien kan zijn, deze ploeg, jouw polyvalentie, dat je op veel posities in dit systeem eigenlijk uit de voeten kan? Dat is zeker een van de redenen waardoor ik denk dat ik hier goed ga passen. En, ik denk dat wel een van de dingen is, maar natuurlijk is dat niet het voornaamste. Ik denk, zoals ik net al zei, mijn loopvermogen, mijn spelintelligentie, waardoor ik relatief slim ben in het lopen. Waar en hoe, ik denk dat een beetje de grootste dingen zijn wat ervoor zorgen dat ik hier zeker tot mijn recht ga komen. En wat zijn jouw ambities nu nog met Gent en daarna? Ik denk dat het vooral voor ons belangrijk is om eerst en vooral play-off 1 te halen en van daaruit mee te doen voor die top 4 plaats. Hè. Ik denk dat een beetje het doel is van de club om elk jaar opnieuw zeker en vast minimum Europees te behalen. En van daaruit zien we hoe ver dat we geraken. En Europees, ik denk in die Conference League, eerst en vooral de groepfase behalen. En van daaruit zo proberen te overwinteren zou mooi zijn. En van daaruit zien we wel. Nog vragen voor Pieter? Dan kunnen we overgaan naar Samuel Cardenas, onze hoofdscout, die er ondertussen ook is komen bijzitten. So, your questions for Samuel, please. Hi Samuel, can you explain why Tsuyoshi and Pieter are important transfers for Gent? Well, I think as players they are good. That's the first thing. We want good players. It's easy, I think. The second thing is they have a very good mentality. Both of them, I think, they're top professionals. And yes, that's in the end the reason why we take them. We need players in these positions. Hein is convinced of them. That's also one thing. And I'm or the scouting, we are also behind them. I think with Pieter we get Belgian, we needed a Belgian, that's also one thing. But we get someone who fits our style of play. He has a high running volume, and that's something that I think in the system we play with the double midfield or even behind the strikers is very useful. And with Watanabe, it's a player who has excelled in Kortrijk. He was very reliable, always available. And that's something I think in our defense we were lacking a little bit and we were looking for. And we got with him. Hello. Do you see Tsuyoshi as the replacement of Ngadeu, who left a couple of months ago? I wouldn't say a replacement. I think it's a different type, a different player. I think Tsuyoshi can play also in the outer side, on the right side. He can play in the central side. So he's a bit more flexible in that regard, I think. Are you happy with how this summer is going for you as agent? Because you've already done 3 transfers, I think. We're only the 13th of June. That's quite quick, I think. I mean, are you happy with the way it goes right now? I think I can be happy in the end, huh? When we're finished. I depended on that. It's good that we're able to do things early. I think that's a bonus, that's a plus. But I think we can judge the who window properly at the end. What are the remaining objectives for this transfer period? What do you mean? Positions? Yeah, positions, types of players, that kind of stuff. Yeah, I'm not gonna disclose the exact things. I think it's pretty clear that we have quite a few building sites to work at. Quite a few things that we want to add, type of players we want to add, but it depends a lot also on who stays.
Oké, voilà. Dan zijn we klaar, denk ik. En het zal wel niet de laatste keer zijn dat we elkaar hier zien, hè, denk ik. Samuel, Tsuyoshi en Pieter, dank je wel om erbij te zijn. En tot de volgende keer.